Welkom bij het gemeentevoorlichtingsprogramma Samen over de Brug. In deze aflevering besteden we aandacht aan de werkzaamheden die binnenkort van start gaan op de locatie De Wit in Asten. Wethouder Theo Martens vertelt wat er gaat gebeuren na zoveel jaren. Over 3 weken dan gaat de eerste schop de grond in hier. Weliswaar nog niet echt voor het project, maar omdat er kabels en leidingen verlegd moeten worden. Maar dan zien we in ieder geval hier op deze plek dat er wat gaat gebeuren. Wat gaat hier gebeuren? We gaan hier bouwen, een appartementencomplex met daaronder commerciële ruimtes en dat zal horeca zijn. Dat is al zeker? Dat is al een gegadigd ervoor? Nou, of er gegadigd ervoor zijn, dat weet ik niet direct, omdat bergopwaarts de partij is die gaat bouwen. Maar in het bestemmingsplan is dat in ieder geval zo bestemd. Het wordt een behoorlijk complex. Dat betekent ook dat er een groot gat komt. Er komt eerst een heel groot gat, maar dat heeft niet alleen te maken met de grootte van het complex, maar met de sanering die nog moet plaatsvinden. Hier onder waar wij staan is een vervuiling van met name olieachtige stoffen en een stukje naar achteren met per en trio, omdat er een oude stomerij nog staat. Ja, en dat moet eruit? Ja, dat moet eruit. Die sanering, dat project loopt al heel erg lang. Daar gaat ook meer geld van de provincie in feite, van een ISV-subsidie. Voor het grootste deel moet echt het zand afgegraven worden en afgevoerd worden en dat wordt verbrand. En voor een deel zal het met een grondwatersanering plaatsvinden. Is dat wel wat? Een hele operatie om te kunnen gaan bouwen? Dat is een hele operatie en dat is misschien ook niet voor niks. Daarom is het lang geduurd voordat we onderhand aan de gang zijn. Dat betekent dat er de wegen afgezet worden hier in het centrum? Ja, uiteraard, want we gaan ook in de weg graven. Alleen we zullen het zo doen dat de wegen apart van elkaar afgesloten worden. Dus de route over het Koningsplein richting de kerk en de andere kant in, dat zal in ieder geval open zijn als het andere, de burgemeester Wijnenstraat, dicht is en andersom ook. Dus in fase. En hoe lang gaat dat duren? Nou, die nutsbedrijven, dan ga je nog niet echt alles afsluiten. Dan zijn er hier en daar wat stukjes afgesloten, omdat die zoveel mogelijk toch in de bermen of in de zijkanten werken. Die zijn toch gauw 3-4 weken bezig. En dan is het bijna zomer en dan wachten we even tot de kermen voorbij is. En dan gaan we echt met de bouw starten. Hoe diep wordt dat gat? Want ze praten al over het gat van Asten. Ja, het gat wordt over het grootste deel 3,5 meter diep. En voor een klein stukje waar de vervuiling het ergst is, gaat het tot 5 meter diep. Alleen dat zie je maar heel even, omdat op het moment dat je het daar weggraaft, meteen het schoon zand weer teruggelegd wordt, omdat je anders een te diep gat krijgt. Ja, en bouwen zelf, wanneer begint dat? Nou, de bouw zelf die zal na de vakantie beginnen. Dus of net in de bouwvak, maar ik denk na de bouwvakvakantie gaan we echt starten met de bouw. Hoe lang trekken ze daarvoor uit? Eind 2013 moeten de appartementen opgeleverd zijn. Dus dan moeten de mensen erin kunnen wonen. En dan is er een einde aan een verhaal dat heel lang geduurd heeft. Ja, dan hebben we eerst heel lang gewacht en daarna een heel mooi complex hier staan.